Het zal voor Griekenland onvermijdelijk zijn om de schulden te herstructureren, omdat de last gewoon niet houdbaar zal blijken te zijn. Tegelijkertijd zal het wellicht ook nodig zijn dat Griekenland tijdelijk voor een periode van 10 jaar uit de euro stapt. Natuurlijk is het zo dat in het geval van Griekenland, en als je de schulden gaat herstructureren, dat ook banken in Europa verliezen zullen moeten nemen. Maar voor een deel kunnen de grote banken in, zeg, Frankrijk en Duitsland, kunnen dat alweer, want ze hebben ook weer hele hoge winsten geboekt. En alleen voor het deel dat ze daardoor, door het nemen van verliezen, onder de minimumkapitaalbuffers zouden komen, zouden ze tijdelijk van een kapitaalsinjectie moeten worden voorzien, zoals wat in Nederland ook met een aantal banken hebben gedaan. Maar dat kan natuurlijk dan het idee wel zijn dat het moet worden terugbetaald met een hogere risicopremie aan de belastingbetaler. Het grote probleem nu voor politici in Europa is dat deze oplossing heel moeilijk is uit te leggen aan het electoraat. Want het zou betekenen dat er een tweede ronde van steun aan het bankwezen zou moeten komen. En dat is politiek gezien heel erg explosief in de meeste Europese landen. Terwijl het eigenlijk voor de belastingbetaler gunstiger is, omdat via deze variant van schuldherstructurering het grootste deel, of een groot deel van de verliezen zullen worden gedragen door de bankiers zelf. En dat is van belang, want zij hebben te grote risico's genomen en zij moeten eigenlijk op de blaren zitten om ook de moral hazard in het systeem voor de toekomst, zeg maar, wat te beperken. Wat betekent dat nou voor Griekenland in termen van de euro? Je ziet ook dat langzaam maar zeker steeds meer wordt gesproken over een exit of een tijdelijke exit van Griekenland uit de euro. Waarom? Omdat het zo is dat als je de schulden herstructureert, heb je nog het probleem niet opgelost dat Griekenland eigenlijk veel te duur is. Griekenland is niet meer concurrerend. Er wordt gesproken over het feit dat Griekenland iets van 30% te duur is. De lonen zijn 30% te veel gestegen. Nou, in het verleden, toen ze de drachma nog hadden, konden ze natuurlijk dan devalueren en proberen weer een concurrentievoordeel terug te halen. Dat kan natuurlijk niet meer, want ze zitten in de euro. Als Griekenland uit de euro zou gaan, zou je natuurlijk ook iets kunnen zeggen, nou, dat zou dan voor een periode van 10 jaar kunnen zijn. Dat wordt ook wel eens aangeduid als de Eurozone holiday, de Eurozone vakantie. Ze gaan er voor 10 jaar uit, maar met een soort afspraak, als je in 10 jaar bewijst dat je begrotingstekort voldoende naar beneden gaat, dat je staatsschuld, dat je dus, nou, dat natuurlijk dat cijfers worden gecontroleerd op betrouwbaarheid, want daar heeft het 10 jaar geleden aan ontbroken, dan bestaat er een perspectief om weer tot euro toe te treden. Maar het hoeft niet. Maar het kan wel als een soort worst worden voorgehouden. Een tijdelijke exit uit de euro kan alleen maar als er voldoende mate van schuldherstructurering is. Want die schuld in euro's blijft natuurlijk bestaan. Nou, als je dan de nieuwe Griekse drachma gaat invoeren, dan krijg je natuurlijk dat die fors onderuit gaat, fors gaat devalueren ten opzichte van de koers waartegen Griekenland de euro is binnengekomen. Nou, dat betekent dus dat zou natuurlijk die schuldenlast in nieuwe Griekse drachmes enorm doen toenemen. Dus als de valuta 50% onderuit zal gaan, moet je natuurlijk die schulden op zijn minst met 50% afboeken en wellicht duidelijk meer. Dus het moet dan wel als in combinatie worden gedaan, want anders is die schuldenlast natuurlijk niet te dragen. Maar beleggers zullen wel een verlies moeten nemen. Die beleggers zullen een verlies moeten nemen, maar die verliezen, die zwarte piet, die hangt nu gewoon boven de markt. Het is de banken hebben het nog niet afgeboekt, omdat ze wegens bepaalde waarderingsregels dat nog, zeg maar, op aanschafwaarde mogen waarderen. Zolang ze die obligaties en portefeuille hebben bedoeld als een lange termijn belegging, om ze maar tot het einde van de looptijd te houden. Maar dat er verliezen zullen moeten worden genomen, is evident. Daar is iedereen het over eens. De bankiers, de beleggers, maar ook topofficials in Brussel. Alleen de vraag is, wie krijgt de zwarte piet? In welke mate zal het belastingbetaler zijn, of in welke mate zijn het ook de beleggers in die obligaties? Nou, iedere keer op het moment dat er dus vanuit Europa, ook in het nieuwe voorstel wat door de Europese regeringsleiders weer besproken wordt binnenkort, als een nieuwe steun wordt gegeven, dan betekent dus dat voor een deel Griekenland oude leningen aan zich banken en pensioenfondsen aflost. Nou, die moeten worden geherfinancierd, want het land heeft dringend geld nodig. Nou,
Kunnen ze naar de kapitaalmarkt toe? Ja, dat kan wel, maar dan moeten ze 20-25% rente betalen. Nou, dat is natuurlijk niet voorstelbaar. Dat zou de financiële problemen alleen maar groter maken. Dus ze moeten naar het Europese noodfonds voor nieuwe kredietverlening. En dat betekent, hoe langer je dus wacht met die schuldherstructurering, hoe een groter deel van zeg maar die verliezen, die boven de markt zweven, zullen worden overgedragen van de beleggers die te veel risico hebben genomen naar de belastingbetalers. En dat is het grote probleem. En dat is iets ook wat zeg maar in ook hoe er in de discussie gevoerd wordt, is onderbelicht. Er wordt heel erg gezegd van nou, het zijn vaak maar garanties en we gaan er zelfs aan verdienen. Maar de risico's zijn dus enorm. En dat ook dat Europees Noodfonds en ook de Europese Centrale Bank, die fors heeft belegd in landen als Griekenland, dat daar verliezen uit zullen voortkomen, is natuurlijk gewoon heel waarschijnlijk.